Hallo, heb je al eens hier plus een prepositie gezien? En was je, oei, wat is dat of wat betekent dat? Bijvoorbeeld, hiermee heb ik geen probleem. Ja, wat betekent hiermee? Wel, dat gaan we leren in deze video, wat die hier plus preposities betekenen. Goed. Hiermee heb ik geen probleem. Wat betekent dat? Herewith I have no problem in het Engels? Nee. With this I don't have a problem. Oké. With this. En wat, hoe kom je daarbij? Wel, met het. Dat zeggen we niet in het Nederlands. With it, nee. Met het, dat wordt ermee. Werk jij met het boek? Ja, ik werk ermee. Do you work with the book? Yes, I work with it. Dus ermee. Met dat, with that, dat wordt daarmee. Werk je met dat boek? Ja, ik werk daarmee. Yes, I work with that. Goed. En met dit hier, dus dat is daar en dit is hier. Met dit, dat wordt hiermee. Dus, werk je met dit boek? Ja, ik werk hiermee. Yes, I work with this. Here. Hiermee en daarmee kan je in het begin van de zin gebruiken. Ermee kan je niet in het begin van de zin gebruiken. En dat is voor alle preposities. Hè. Hierover wil ik niet spreken. About this, I don't want to talk. Hierover wil ik niet spreken. Ik hou hiervan. I love this. En hier zie je dat houden van een prepositie is, maar die je niet hebt. I love this. Dan heb je, daar heb je geen prepositie, maar in het Nederlands wel. Dus, ik hou hiervan. Je kan ook zeggen, ik hou ervan. I love it. En ik hou daarvan. I love that. Hierin heb ik zin. I feel like doing this, ik heb zin in, ik heb zin hierin, of hierin heb ik zin. Een andere, sport is hierbij zeer belangrijk. Sports are here, or with this, very important, of hereby, hierbij, hereby. Dus, niet vergeten, met dit, of over dit, of van dit, prepositie plus dit, dat wordt een hier plus prepositie. Deze vraag kwam van Marse. Heb je nog meer vragen? Schrijf ze zeker in de commentaren op deze video. En wie weet wordt het de nieuwe video, of de volgende video. Tot ziens!